Dag Els, je bent curator voor deze tentoonstelling. We staan hier bij het Zongebeeld. Wat stelt deze beeld juist voor? Goeiedag, Boudewijn. Hier staan we eigenlijk voor een heel imposant krachtbeeld van de Songhe. Het is een beeld die eigenlijk gemaakt is in nauwe samenwerking van twee personen. Enerzijds had je de beeldhouwer die het mannelijke houten beeld heeft gemaakt. En anderzijds heb je dan de afwerking die gebeurd is door een ritueel specialist, door een ganga, die in het beeld krachtstoffen heeft toegevoegd, onder meer in de buikholte, ook in de hoorn op het hoofd. En je spreekt hier over de buikholte. Wat gebeurt er dan juist? Ja, dat zijn magische stoffen die het beeld eigenlijk opladen en activeren om te kunnen functioneren. Die krachtstoffen kunnen gebruikt worden in twee verschillende richtingen. Het kan defensief, beschermend of offensief worden gebruikt. En hoe is het eigenlijk hier in Antwerpen terechtgekomen? Het beeld, uit onze archieven weten we dat het beeld in 1923 in handen is gekomen van een zekere man, Paul Oosterriet. Paul Oosterriet was een telg van een Duitse rijke handelsfamilie die in de kolonisatietraject betrokken was, want zij hadden eigendommen in de streek van het volk, in de streek van Lomami. Ze hadden daar koffieplantages en rubberplantages. Die Paul Oosterriet heeft het beeld in bezit gekregen in 1923 in Lusambo en heeft een nota achtergelaten die vertelt dat de chef Nkoli Moyna, van wie het beeld in het bezit was, eigenlijk ter dood veroordeeld geweest is door de Belgische kolonisator. Dus we weten van dit beeld dat het in een gewelddadige context in de collectie is opgenomen. Ik zie hier heel veel gelijkenissen met beeldinterviewen van Nikoukou. Kunnen jullie spreken van het Antwerpse Nikoukou-beeld? Ik denk dat je die parallellen kan maken. Er zijn natuurlijk veel meer gegevens bekend van het beeld van Nikoukou. Wij zitten nog maar in de eerste fase van het onderzoek dat we voeren samen met Congolese partners om een reconstructie te maken van dit beeld. Maar inderdaad, het beeld heeft dezelfde functie gehad en behoorde ook toe tot een chef die eigenlijk zijn krachtbeeld is geroofd, gestolen is geweest. Ja. In welke zin hebben de Congolese partners hierbij geholpen om de reconstructie te maken van het beeld? Ja, die samenwerking met de Congolese partners, dat was de professor Donatien Dibwe van de Universiteit van Lubumbashi. Die samenwerking is essentieel om tot een reconstructie te komen van het verleden. Enerzijds kun je archiefdocumenten opzoeken, maar anderzijds was het ook heel belangrijk dat dankzij Donatien Dibwe, dat we ter plaatse in Congo interviews hebben kunnen afnemen van nazaten, dus ooggetuigen, oorgetuigen, die de orale tradities nog steeds goed kennen van bepaalde chefs. En dat we ook weten dat die Nkoli Moyna echt heeft geleefd. Hij was een krijgsheer, een hele belangrijke ritueel specialist. Dus dat zijn eerste stappen geweest. Het onderzoek kan nog verder worden gezet. Maar, En uit die orale traditie weten we ook hoe dat de chef uiteindelijk overleden is. Ja, van die orale tradities zijn er twee hypothesen. Er is nog geen echte duidelijkheid. Aan de ene kant vertellen die orale tradities ons dat de chef na zijn aanhouding onmiddellijk zou zijn gedood. Aan de andere kant zijn er getuigen die zeggen van ja, hij is gevangen gezet geweest in de gevangenis van Lusambo. En daar is dan de ter dood veroordeling uitgevoerd. Ja. Els, wat kan een beeld als deze ons nog meer vertellen over de andere stukken die jullie hier hebben in het mas? Ja, dit beeld is eigenlijk een uitzondering. Van de meeste stukken die we hier tonen in de tentoonstelling, vooral van die 100 blikvangers die hier centraal staan. Zoals je weet, in het verhaal heb je verteld dat die collectie is opgebouwd op basis van een kunsthandelaar. Die kunsthandelaar Parijn heeft die stukken hier in Antwerpen verworven, maar we weten totaal niets van wie hij die stukken heeft verworven. Dat zijn allemaal blinde vlekken, dus wij weten niet van wie Parijn heeft gekocht, in welke context iets is uit de Congolese gemeenschap is ontheemd. Dus dit beeld is enigszins een uitzondering op de rest van de collectie, die dus eigenlijk via de kunsthandel in de collecties van de stad Antwerpen zijn terechtgekomen. En dat is niet alleen voor de collecties van de stad Antwerpen, dat is voor heel veel van de stukken die via kunsthandelaars in musea zijn terechtgekomen. Kunnen we dan zeggen dat deze expo ook een warme oproep is om meer onderzoek te voeren naar deze stukken?
Zeer zeker. Het is een essentiële aanzet en een uitdaging om nog verder herkomstonderzoek te doen van zoveel mogelijk stukken in de collectie. Ja. Dan wens ik je nog heel veel succes. Dank je wel.